naam is Willem Heidakker en ik mag u door het programma heen leiden vandaag. Na 49 jaar in de Rotterdamse haven en in de street te hebben gewerkt, sta ik hier met trots op dit podium om mijn collega's in de afvalbranche te vertegenwoordigen en namens hen allen u hierbij welkom te heten op deze bijzondere dag. Precies 49 jaar geleden trok ik samen met mijn GTI-collega's als leerling elektricien de eerste duizenden meters kabels ten behoeve van de S-overslagbedrijf in aanbouw, het eerste bedrijf op de Maasvlakte, met daarachter de kolencentrale van Eneco. Vele afvalcentrales bestonden toen al en vaak gebouwd in de directe omgeving van de stad. Zonder enige technische aanpassing om het milieu te beschermen en er waren ook nog kolenkachels thuis. De luchtvervuiling die kon toen al geen grenzen. Die snel daarna verdwenen de kolenkachels en met aardgas de grootste energiebron om warmte en uiteraard warm water te leveren in vele woningen en bedrijven. Inmiddels vele miljarden euro's verder investeren in afvalverwerkingsinstallaties. Dan staan we nu voor een enorme uitdaging in de wereld waarin blijkbaar het verwerken van restafval van andere landen in Nederland aan banden worden gelegd. Vreemd hoor, als je je toch bedenkt dat in 2012 zo'n 200.000 ton uit Napels in de Nederlandse afvalenergiecentrales is verwerkt. Het lag daar toen op straat, de ratten aan, die aten aan de tafel mee bij de burgers in Napels. He, dat was gewoon ook pure maffiapraktijk van de maffia in Italië om die mensen daar onderhaven gaan te maken. Daar gaan we niet naartoe hier, he, want dat wil ik wel even uitsluiten. Het programma dat is als volgt. Onze daarbestuurder van het RVV, Kitty Jong, die gaat zo hier achter me staan of bij me staan. Daarna komt Robert Corijn, manager marketing en woordvoerder van Atero. Dan volgt er een rondleiding voor iedereen die hier maar met afval geïnteresseerd is in afval, et cetera. En dan gaan we de petitie uitreiken aan de Kamerleden die er zijn. Kitty Jong naar boven te roepen, FNV-bestuurder en verantwoordelijk voor zorg, arbeidsomstandigheden, energiebeleid, duurzaamheid, diversiteit, sociale zekerheid en medezeggenschap, corporate governance. Dankjewel voor je komst. Dankjewel Willem. Nou ja, sowieso prachtige actie denk ik vandaag. Klimaatbeleid en FNV. Laat niemand zich vergissen. De FNV is voor een ambitieus klimaatbeleid. Ik bedoel, we hebben allemaal kinderen, kleinkinderen. We hebben allemaal zorg voor het klimaat en milieu. We begrijpen allemaal dat dat niet vanzelf gaat en dat daar maatregelen voor nodig zijn. Maar wel de goede. Wel de goede maatregelen. En de maatregelen waarin ook politici die die maatregelen bedenken, oog hebben voor het belang van de werknemers. En het gaat op heel veel dossiers in het klimaat op dit moment mis. En daarom ben ik wel ontzettend blij dat er vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid zijn. Die juist dat arbeid ook hoog in het vaandel zouden moeten hebben. Want een klimaattransitie, een beter klimaat, begint bij de vakbond. Niet bij milieuorganisaties. Wij zijn de mensen die het moeten gaan uitvoeren. Wij zijn ook de mensen die voor het draagvlak moeten zorgen. Dus maatregelen moeten genomen worden met ons. En met ons kan er een heleboel. Maar het moet wel verstandig. En daar staan we hier vandaag voor. De staatssecretaris heeft een brief naar de Kamer gestuurd waarin ze zegt dat afvalverbranding op dit moment dat wij het afvalputje van Europa zijn. Ik heb haar vanmorgen gesproken. Ik zeg, dat soort dingen zeg je niet. Want als je het daarover hebt, dan raak je ook onze mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. Mensen zoals jullie, die daar al heel lang in actief zijn, belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en een cruciaal beroep hebben. Want zonder de afvalverwerking, dat zegt Willem natuurlijk ook, gebeurt er uiteindelijk helemaal niks. Moet jij eens kijken wat er gebeurt als de vuilophaal een dagje staakt. Dan krijg je inderdaad Italiaanse toestanden. We zijn een cruciaal beroep. De afvalverwerking is een cruciaal beroep. En daarom hebben we ook ons standbeeld meegenomen. Ons standbeeld voor de cruciale beroepen. Dat is niet alleen de zorg. Dat is niet alleen de veiligheid. Dat is ook de afvalsector. En daarom, we moeten gehoord worden. We komen in actie. We zijn in actie. Tegen een hele concrete maatregel, namelijk de importheffing op buitenlands afval.
Dat is een maatregel die wat mij betreft in paniek is genomen omdat er een urgenda vonnis lag. Er moest iets gebeuren, dus er wordt een maatregel genomen. Een maatregel voor de bühne. Een maatregel die niet echt gaat helpen. Een maatregel die je niet geïsoleerd kan zien van Europees beleid. Het hangt allemaal met elkaar samen. Je kunt niet zomaar een willekeurig lijntje uit het hele beleid trekken en daarvan denken, nou heel daadkrachtig, dat gaan we doen. En ondertussen niet omkijken wat er dan gebeurt, in dit geval met de werknemers. Ik heb vanmorgen met de staatssecretaris gesproken. Dat gesprek is tot kansen gekomen naar aanleiding van de ultimatumbrief die jullie hebben gestuurd en waar de acties vorige week op gevolgd zijn. De staatssecretaris heeft mij vanmorgen toegezegd, dus ik zeg dat hier maar gewoon, dat iedereen daar getuige van is, dat zij graag wil dat er aanstaande vrijdag een motie in de commissie wordt aangenomen of wordt ingediend, waarin het hele proces op pauze komt te staan. Dat er een nieuw bestuurlijk overleg komt, waar niet alleen de werkgevers aan tafel zitten, maar ook wij. Rechtstreeks met een eigen delegatie. Maak je geen illusies. Ik snap heel goed wat een demissionaire staatssecretaris kan in deze tijd. Niks. Dus daarna is het nog niet geregeld. Maar wij hebben dan wel een kans om rechtstreeks, en ik ga er niet heen. Jullie gaan erheen. Ik ga niet naar dat bestuurlijk overleg. Jullie gaan naar dat bestuurlijk overleg. Om de werkgevers, maar ook de politici en de beleidsmakers rechtstreeks te vertellen wat hier precies aan de hand is en precies wat er nodig is. Namelijk dat deze maatregel, deze geïsoleerde maatregel, van tafel gaat. Niet omdat wij tegen ambitieus klimaatbeleid zijn. Nee, omdat we voor ambitieus klimaatbeleid zijn. Dat gaat niet gebeuren met deze maatregel. Wordt ons nu een kans geboden om dat verhaal rechtstreeks te vertellen. Zij gaat daarop niet kunnen bewegen natuurlijk. Maar we gaan wel ook via deze lijn de druk opvoeren. En uiteindelijk zal in de nieuwe formatie dit een belangrijk onderdeel moeten zijn. Het is aan ons. We nemen die rol op ons, ook op ons. Iedereen in de eigen positie. Volgens mij zijn jullie morgen al aan zet, als Hanan ook met een delegatie gaat praten met de beleidsmakers. We hebben straks de petitie nog. We houden hier iedereen bij de les om te beginnen vandaag, de Kamerleden. Dankjewel, Kitty, voor de heldere uiteenzetting. En we hebben hier een vuilswagen staan, hè, dat zien jullie. Dit is een van onze collega's die bij ons de afvalenergiecentrales, het afval brengt om te verbranden. En ook uit Engeland, Ierland, Duitsland, België. Ze komen allemaal naar ons toe. En dan zou het toch te gek zijn dat juist die landen ook nog een importheffing van 100 euro moeten gaan betalen. Maar daarover later verder. Maar we maken wel de afspraak, wij gaan het doen. Maar de volgende keer dat hier een vuilniswagen komt, dan komt er geen één, maar een stuk of 20. En dan gooien we hier het afval neer. En dan mag de Tweede Kamer het op gaan ruimen. Want wij doen het dan niet meer. Is dat een afspraak? Oké, dat is één afspraak voorlopig. Robert Corijn van Attero. Jij bent marketing en woordvoerder namens Attero. En al een tijdje bezig in gesprek met diverse mensen. Ook in de Tweede Kamer, et cetera. Dus ja, vertel je verhaal van jouw kant. Ja, ik ben inderdaad werkzaam bij Attero, maar ik ben tevens enthousiast FNV-lid. Want ik vind het fantastisch dat FNV voor deze zaak opkomt. Wij staan hier voor onze banen en we staan hier voor het klimaat. We hebben als Nederland een hele belangrijke opgave. We hebben de klimaatakkoord getekend en we moeten 55% CO2-uitstoot besparen. Ik ga jullie ook wat vermoeien met wat cijfers. Want ik heb namelijk de mening, dat, of in ieder geval de observatie, dat tot nu toe de importheffing helemaal geformeerd is op basis van onderbuikgevoelens en meningen. En dat mag. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar niet zijn eigen feiten. Dus daarom vind ik het belangrijk dat ook wat feiten nu gedeeld worden. En we moeten 55% CO2-uitstoot besparen. Weet je hoeveel de afvalsector sinds 1990 al bespaard heeft? 61%. We hebben al meer bijgedragen dan er in 2030 nodig is. Dat wil niet zeggen dat we nu stoppen, hè? Maar we kunnen trots zijn op wat we nu al bereikt hebben. Maar we kunnen nog verder gaan, we kunnen nog meer CO2-uitstoot besparen met de mooie dingen die wij doen. En hoe kunnen we dat dan doen? Nou, als we kijken, deze maand is er een rapport uitgekomen van de Verenigde Naties. Die geeft aan, als wij 45% methaanuitstoot in de wereld besparen,
kunnen we 255.000 levens per jaar redden door klimaatverandering. We kunnen ook meer dan 20 miljoen ton oogst redden als we die methaanuitstoot terugdringen met 45%. Per regio heeft de Verenigde Naties aangegeven, hoe kan je dat dan doen? In Europa is het advies, de belangrijkste kans om dat doel te bereiken van de Verenigde Naties is het minder storten van afval. Want dat leidt tot methaanuitstoot en heel agressief broeikasgas. Nou, dat zijn wij nu aan het doen met die import van afval. Wij voorkomen dat het gestort wordt in het buitenland en daar tot CO2-uitstoot leidt. CO2-uitstoot stopt niet bij de grens. He, dus het idee van de importheffing was, bespaar CO2-uitstoot in Nederland. Nou, de berekeningen blijken niet te kloppen van Nederland. TNO heeft zelfs berekend dat er wereldwijd 0,9 megaton meer CO2-uitstoot door de importheffing komt. Averechts dus. Tegelijkertijd hebben we zeg maar 0,2 megaton in een alternatief plan voor CO2-uitstootvermindering zitten. Ja, dus wij kunnen dus, we hebben een alternatief gepresenteerd, is gecontroleerd door INW en door CE Delft, goed bevonden, toch wordt er niet op ingegaan. Het ministerie laat dus de kans liggen om werkelijk wel 0,2 megaton CO2-uitstoot te besparen en daarbovenop nog een keer 0,9 megaton in Europa. Idioot. Nou, de Tweede Kamer mag hier niet volledig over worden geïnformeerd, want tot nu toe waren alle documenten hiervoor 2 jaar lang zwart gelakt. Het is nu blijkt, dankzij de CDA-Kamerfractie achter Mulder en Pieter Omtzigt, nu zijn die documenten uiteindelijk openbaar gemaakt. Journalisten lukt het niet, ook niet na rechtszaken, ook niet na 11.000 euro aan dwangsommen te laten betalen door INW. Uiteindelijk is het gelukt om ze openbaar te krijgen en wat blijkt, heel veel punten zijn ook negatief. De hele energietransitie komt in gevaar. Stadsverwarming komt in gevaar. De kosten van de burgers gaan omhoog. Omdat gemeentelijke afvalenergiecentrales ook gaan lijden onder deze maatregel. En daardoor krijgt de gemeente minder inkomsten. De warmteprijzen gaan omhoog. Doordat afvalenergiecentrales dichtgaan. Allemaal dingen die eerst zwart gelakt waren naar het publiek. Maar nu openbaar zijn. Dus de feiten liggen nu op tafel. Nu is het tijd voor verstandig beleid. Nu is het tijd om de importheffing op afval in te trekken. Dus super dat jullie hier allemaal zijn. Enorme dank. En wij strijden door. Desnoods met hopen afval met Willem erbij. Om het voor elkaar te krijgen. Dank u wel. Te doen langs de marktkramen. Daar kunnen de mensen die werken bij de afvalenergiecentrales aan u vertellen. De vreemden, hè, want wij, onze werknemers, die weten precies hoe het werkt. Die hoef je niks te vertellen. Maar de vreemden die nog geen kennis hebben van afvalverwerking, afvalverbranding in een energiecentrale, die kunnen daar hun hart op halen. Er zijn zelfs aardmeien die geteeld zijn door onze afvangst van CO2. Dus dat wordt niet weggegooid, de lucht in. Nee, dat wordt gebruikt in de tuinbouw, et cetera. Dus die aardmeien, daar zit CO2 in. Zou dat nou zo gevaarlijk zijn? Ik denk het niet, maar daar kunt u ze proeven en halen. In ieder geval, dat is de AWR die daar staat. En daar staan nog veel meer afvalvergroeners en Atero en ARN. Noem maar op, al die bedrijven, die staan hier allemaal voor jullie. Om jullie te informeren hoe dat nou werkt. Want afvalverwerking is geen vervuiling. Ik ga bijna helemaal goed. Ik neem er even eentje mee. Ja. Ja, lekker. En daar worden dan weer nieuwe producten van gemaakt. Ja, ja nee, dat is een. Ja, en ik werk 11 jaar bij Atero en ik doe niks in de fabriek zelf, ik werk op finance. Maar echt die recycling vind ik ook. Ja. Wacht en vaste Tweede Kamercommissieleden en overige aanwezigen. Velen van u kennen mij als de Sjaak in een andere discussie. Echter, ik sta nu voor u namens alle werknemers in de afvalbranche om de petitie Stop de importheffing op afval aan te bieden. Waarom deze petitie? Het heffen van belasting op afval vanuit het buitenland is tegenstrijdig
aan de ambities die wij willen bereiken op het gebied van onze klimaatdoelstellingen. En tevens zorgt het voor onnodige milieuvervuiling en voor vertragingen in de ontwikkelingen van de energiestrategie. De landen die nu restafval exporteren naar Nederland, die zullen er niet in trappen wanneer de prijs naar 100 euro per ton gaat. Nederlandse afvalenergiecentrales helpen nu andere landen met de verwerking van 1,5 tot 2 miljoen ton restafval. Dit zou 150 tot 200 miljoen per jaar aan de staatskas toevoegen. Ze zullen hun afval onder de grond stoppen. Dus een misrekening van de ministeries en de staatssecretarissen. Zij kunnen dat, ze hebben dat verkeerd bepaald. Dat moet er echt af. Het kabinet wil de afvalenergiecentrales sluiten. Dit is het totale waanzin. Er zullen dan veel banen verloren gaan. Het gaat om 7500 werknemers bij de afvalbedrijven en bij gelieerde transport, onderhoud, de cateraars en schoonmaakbedrijven. Daarnaast zal Nederland nog meer moeite hebben om haar hernieuwde energiedoelstellingen te behalen en leidt de importheffing volgens het onderzoek, het is al eerder genoemd natuurlijk, tot 937.000 ton meer CO2-uitstoot. Deze maatregel is niet solidair, zeker ook niet naar andere Europese landen toe. Beste vaste Tweede Kamer, commissieleden. Wanneer u op 27 mei aanstaande vergadert over de circulaire economie, neemt u dan de inhoud van onze petitie ter harte. Neemt u ook onze vragenlijst mee en de brieven aan de beide ministers en staatssecretarissen. En ons alternatief plan, die ontvangen heeft samen met ons betoog vandaag en bedenkt. Importheffing op restafval betekent het tegenwerken van het klimaatakkoord, een aanstaand milieudelict, de op voorhand komende vertraging in de energiestrategie. De schuldige, de Nederlandse staat, het zou zomaar kunnen. Maar ik hoop het niet. Ik hoop dat ze echt de hersenschamer uiteraard gebruiken waar ze die voor hebben gekregen. Nou, dat wij dus samen met alle afvalverwerkers gewoon voor een schoon Nederland zorgen. Veilig, milieu, veilig, hè? Dus geen al te veel uitstoot, want we hebben al zoveel gedaan daaraan. Dus ik hoop dat u dat te harte neemt. Ik heb één petitie. Als u dit mee wilt nemen naar uw commissies en het daar ook wil overhandigen, dan ben ik u zeer erkentelijk en hartstikke bedankt dat u hier bent gekomen. Feiten, en we gaan van feiten uit in Nederland en niet van aannames. Dank u wel. Nou, allereerst fantastisch dat jullie hier zijn en heel begrijpelijk dat jullie actie voeren voor de bedrijven waar jullie een warm hart voor hebben. En wij zullen de stukken goed bestuderen. Het is een bijzonder moment in de politiek. Er 18 partijen in het parlement, nog geen helder zicht op een volgende regering, biedt wel weer ruimte voor nieuwe keuzes. Ik begreep van Kitty dat er al een boeiend gesprek is geweest met de staatssecretaris vanochtend. Misschien dat dat dingen in beweging zet. En misschien dat mijn fractie dat ook wil bewegen. Maar er moeten wel een aantal andere stappen gedaan worden voordat wij inhoudelijk van positie veranderen. Dat zeg ik erbij. Dus ik beloof niks. Maar ik vind het heel belangrijk dat jullie er zijn. Goede alternatieve plannen. Dus wie weet wat er in het vat zit. Daar hou ik het even bij. Ja, ook namens mij en namens de PvdA ontzettend dank ook voor het werk wat jullie doen en het verhaal wat jullie vandaag ook verteld hebben. Vorige week heb ik ook met afvalverwerkers gesproken en daar is dit ook naar voren gekomen. We hebben al heel veel van de stukken ontvangen en ontvangen ook graag van Kitty wat die motie bijvoorbeeld in moet houden en wat het precies qua vormgeving inhoudt. En we kijken er heel kritisch naar. En als we dingen willen doen qua klimaattransitie, dan willen we ook zeker dat het werkt en dat het nut heeft. Dus ja, als het allemaal klopt wat jullie vertellen, dan moeten we er heel zeer kritisch naar kijken als Kamerleden. En dat ga ik in ieder geval doen. Dus dat jullie dat weten. We staan hier niet alleen voor onze werknemers, we staan ook voor het klimaat. We staan ook voor het milieu. We staan ook voor de energiestrategie. Wij leveren restwarmte. En straks niet meer als u die heffing aanhoudt. Ja, dan moeten de warmtepompen bij. Van alles in die woningen. Dat gaat heel veel geld kosten voor de burgers. En daarvoor staan wij hier om dat tegen te houden. Dat u dat even goed meeneemt, alsjeblieft. Michel is onze voorzitter van het branchebestuur. Eigenlijk wel heel bijzonder. Je bent bezig voor de vakbond. En met name bezig om aan de cao-tafel arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsvoorwaarden te creëren, zowel voor de jonge instroom als voor de oudere medewerker. He, mijn buurman gaf het al aan, 49 jaar gewerkt, nou er zijn er zat in de sector.
En dan word je in één keer overvallen door een maatregel van, ja, van de politiek. Die alles op zijn kop zet. He, want waar je het hebt over groei, over uitbreiding, over het aannemen van jongeren, over groeien, ontwikkelingen. He, bedrijven die honderden miljoenen hebben geïnvesteerd om die warmte die ze produceren, om die nuttig toe te passen. In één keer, we gaan er maar heffing over betalen. Dat is natuurlijk heel vreemd. En ook vreemd voor ons. Dus we hebben ons daarin verdiept. En uiteindelijk inderdaad samen met Hanan gewoon besloten van ja, we moeten gewoon de werkgevers hier aan steunen. Wij voor het banenbehoud, maar uiteindelijk ook voor het klimaat. Want als je het rapport leest, het is gewoon helder. De maatregel die genomen is, of in ieder geval die men wil nemen, die druist tegen alles in. Tegen dat CO2 in één keer aan de grens stopt. En dat wij de meest efficiënte installaties hebben. En wat ik al zei, dat we meer dan honderden miljoenen hebben geïnvesteerd juist die energie-efficiëntie te verhogen. En Robert Corijn gaf het al aan. Als we puur naar sector kijken, 61% hebben wij al behaald. En er staat nog veel meer op de planning. Dus ja, wij zijn klaar. Dus misschien moeten ze maar eens naar andere zaken kijken. En niet zozeer naar een sector die echt cruciaal is en die van belang is voor de samenleving. Eén dag afvalinzamelingen stoppen, nou ja, misschien wordt het dan al een beetje vervelend. Maar dat we dat 1 of 2 weken niet zouden doen, dan breekt de paniek los. En dat is denk ik wat Nederland en de politiek ook met name laat zien. De zorg, de politie, de brandweer en ook de afvalinzameling en verwerking. Als ze nodig zijn, mogen ze even naar voren komen en krijgen ze een schouderklapje. Maar als dat gedaan is, dan word je bij het grof vuil gezet. En dat is gewoon jammer. Dus, maar wij gaan ervoor en de politiek zal van ons horen, hè, zolang het nodig is. Scherpen, dat is inderdaad wat onze daar bestuurslid zegt, de Kitty Jong, over de inzet en tijdens die hele pandemie. Ja, dat dat niet alleen in de ziekenhuizen zijn geweest. Dat dat niet bij de brandweer en uiteraard politie et cetera is geweest. Ambulance diensten. Wij hebben dat ook gedaan. 24 uur, 7 dagen in de week zijn wij en op pad geweest. De transporteurs en de verbranders zijn gewoon doorgegaan. Met onze rotzooi, wat in Nederland is, met mondkapjes et cetera, wat weggegooid is, hebben wij verbrand. Hebben wij gedaan om het op te ruimen, zodat wij in een schoon en veilig Nederland wonen. Laat dat niet vergeten. En ik zie alweer een omzichtje aankomen hoor. Want een omzichtje is ook weer een nieuwe term. Dat staat nu ook in de grote vandalen. Maar ook hier komt het weer. Wegstrepen van notities, et cetera. Ze zijn daar zo goed hier in de Tweede Kamer. Zeker op het ministerie. De ministers en de staatssecretarissen. Die het willen verbloemen. En ze snappen niet waar het om gaat. Het gaat om het milieu. Het gaat om de hele klimaataanpak. De energietransitie. Wij dragen daar nuttig bij en dat moeten ze echt van ons aannemen. En willen ze niet luisteren, dan komen we weer terug. Dan laten we ons zien. Ik wil jullie, er zijn geen sprekers meer. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de komst naar deze afvalmarkt. En neem aardbeien mee, want die staan er niet voor niks. Die zijn geteeld met een productie van CO2. De afvangst en de opslag van CO2. Wat dus niet de lucht in is gegaan, maar in feite in die fruit en groenten. En dat is ook onze doelstelling en dat moet nog beter. Dat moeten we gaan bouwen nog extra. Zodat we al het afval uit buitenland gewoon kunnen importeren tegen 0 euro. Aan heffingen, want het kost natuurlijk wel geld. Ze moeten wel betalen. Het kost even geld, maar die landen die moeten het wel betalen, maar ze gaan geen 100 euro extra betalen. Dat snapt toch iedereen? In ieder geval bedankt voor jullie komst en we gaan elkaar zien. Je ziet het wel, hè? Dat is echt een bol. Dat is zwart, dus nu zijn we het allemaal in het rood. Maar Beers en Javus is onze. Pistolen bij dan. Ja, is onze vakbondsbestuurder. Van GEO. Ik ben actieleider van vandaag geweest. Alleen ik heb u gemist.
Maar nu ben ik er. Ja. Ik bent te laat, begrijp ik. U bent te laat, dat bedoel ik. Ja. Ik heb hem gemist. Ik heb hem gemist en u bent er nu. Ja, maar dat doet me goed dat u me gemist heeft. Heel erg. Maar ik wil u toch CO2 geteelde aardbeien aanbieden. En ik heb al sokken. Ja, maar kijk eens. Die zijn... Ik zag ze net, maar... Door afvangst van CO2 en opslag en de transport naar de tuinbouw zijn die geteeld. En dan gaat naar het Westland. Volgens mij komen ze deze komen bij Duiven. Bij Duiven vandaan. Bij Duiven. Nou, er zijn een aantal installaties al met opvang en afvang en opvang en transport. Ja. Maar we moeten het gaan uitbreiden. Kijk nog eens even. Ja. Ik ken ook een Dylan, een andere Dylan, ook een man. Ja. Heeft u al? Top-tillen. Ja, ook nog. Heeft u? Ik vond het wel mooi. Heeft u? Want wij staan hier voor. Om die petitie uit te reiken, die hebben we aan de vaste Kamercommissieleden. Daar ben ik onderdeel van, dus ik heb hem net gekregen, toen ben ik naar buiten gerend. Oké, nou ja, heeft u ook de vragen die wij gesteld hebben aan de minister en aan... Ik denk dat Hans mijn medewerkers al heeft, dus ik denk dan maar dat ik mijn neemers goed mee, want jullie gaan vergaderen binnenkort. Ja, morgen, overmorgen. Overmorgen, donderdag. Ja. Mijn verhaal was, naar jullie toe, dat de Tweede Kamer, de minister en het ministerie, is gewoon helemaal verkeerd in de denkwijze. Want zij denken 200 miljoen. Maar Chris die is de meest actieve voor ons. Ja, maar dat weet ik nog heel, want ik heb even kijken of het verhaal klopt met net. Ik weet dat niet. Chris heeft al een motie ingediend om de importheffing in te trekken. SGP. Okay. Dus Christy is degene die juist de Kamerleden oproept. Ja, hij moet ingetrokken worden. Dan hoef ik je niet te vertellen waarom zij die misrekeningen maken. Ja, nee, dat, maar vertel het nog maar eens even. Nou ja, als die importheffing doorgaat, en die is er al, als die naar 100 euro de ton gaat, dan wil de minister daar 150 tot 200 miljoen per jaar gaan innen. Uit Engeland, Ierland gaan we 100 euro per ton betalen. Ja. Als je dat dan uitrekent, is dat ongeveer tussen de 150 en de 200 miljoen euro wat de staatskas in zou gaan. Maar men vergeet dat het milieu die houdt niet op bij de grenzen. Engeland, Ierland, Duitsland, België, die gaat nog meer in de grond stoppen met CO2. Ik weet precies de getallen. Ja, 937.000 ton extra. En dan ook nog een keer ons alternatieve plan van ongeveer 236. Ja, dus inderdaad, de belangrijkste bijdrage komt van AVR. Die willen inderdaad dus, hebben ze alternatief plan goedgekeurd. Een alternatief plan aangeboden en dat wordt dan nog niet eens aanvaard. Want ja, feiten, dat zijn feiten die wij opnoemen. Maar de minister die gaat eraan voorbij, want die zegt van ja, ik heb niks met jullie te maken. Ik luister niet naar jullie. Wij hebben de feiten. Ja. Wij leggen de feiten op tafel. Maar nu is het nieuwtje dat vanochtend heeft een FNV-bestuurder gesproken met de staatssecretaris. Ja, Kit de Jong. En die heeft, de staatssecretaris die heeft in ieder geval aangegeven dat als er een motie wordt ingediend om de internet op hol te zetten, dat ze dat die in ieder geval dan niet zo ontraden. Maar dan moet ik nog even uitzoeken bij de FNV wat nou met onhold betekent. En wat er dan in die motie zou moeten staan. Dus ik wil even nog, wat dat hoorde ik ook net. Ja. Maar er zit dus wel wat beweging ergens. En wie wil dat indienen, weet je dat? Dat is ook, daar heb je geen idee nog. Nee, ik moet dus even FNV. Het schijnt een motie te zijn. Ja. Maar ik weet niet of Kitty Jongen... Maar is die Kitty Jongen is die motie is al weg. Die is er nog niet, die motie. Nee, maar laten we dus ook wel even... Ja, kan je best met jou contact met Hans? Maar allebei maken. Ja, Hans is het makkelijk bereikbaar, want ik ben continu in debatten. Ja, als ik Hans heb, dan reageert hij ook. Ja, en die zit in quarantaine, dus die reageert. Daar hebben we gelezen, ja. Nee, maar luister even. Waar het om gaat, de importheffing op restafval betekent, zijn die dingen. Het tegenwerken van het klimaatakkoord. Een aanstaand milieudelict, delict. En de op voorhand komende vertragingen in de energiestrategie. Begrijp je die termen wat ik bedoel daarmee? Nou, die laatste, daar ben ik benieuwd naar. Nou, wij leveren restwarmte. Ja. Aan Westland, aan half Rotterdam. Ja. De woningen, warmte en warm water. En alle bedrijven doen dat trouwens in hun omgeving. Heel Rotterdam. Nou, nee. Zuid en Noord. Ja, op Zuid, maar niet alle woningen. Niet iedereen heeft restwarmte. Er zijn ook nog die gewoon CV-installatie hebben. Maar inderdaad, ja, er zijn 50.000 huis aansluiten. 250. Ja, ik ben 49 jaar werkzaam geweest in de haven en in de industrie en dan word je een klein beetje doof.
Nee, maar het gaat niet om de laatste paar woningen. Het zijn wel aardig veel, maar ja. Nee, het gaat wel om het idee. Maar in principe zeg je van, als je die restaurant er niet naartoe voert, dan moet je energie gewoon ergens anders vandaan halen. Als je dus of uit kolencentrale. Nee, als je de importheffing naar 100 euro per ton brengt, ja, dan moeten wij waarschijnlijk gaan sluiten. Want we krijgen onvoldoende afval om die water te genereren. Waardoor we dus niet aan onze verplichtingen naar de stadswater, onder andere dan in Rotterdam, dat kunnen wij niet meer aan doen. En dan kun je de tent besluiten. Ga je failliet, gaan miljarden aan installaties, gaan gewoon, hup, wordt zo door de staat, hup, boem, ja, hebben ze zelf in geïnvesteerd, hè, vroeger. Hè? Gooi ze zo in de afvalbak. Ja, en Willem, nu staan zeg maar, die gemeenten die moeten nu allemaal regionale energiestrategie opschrijven. Juist. Ja. Nou, daar hebben de afval-energiecentrales staan gewoon in die regionale energiestrategie. Ja, elf afval-energiestralen zijn nu opgenomen in die regionale energiestrategie. Bijvoorbeeld bij ons bijvoorbeeld in Moerdijk. Nou, daar zitten we in de buurt van de Amer kolencentrale. Nou, die Amer die gaat op termijn dicht. Ja. Ja, dat is in ieder geval gepland voor tussen 2025 en 2027. Ja. Waar komt dan de warmte vandaan? Ja. Nou, dat is dan nu in de rest. Hé, Atero is een grote warmtebron. Die maakt nu eigenlijk al bijna alleen maar elektriciteit. Die kan gewoon warmte leveren. Die kan de hele verwarming overnemen van de Amer kolencentrale. Maar ja, als daar een streep door gaat, nou, waar ga je dan weer die warmte vandaan halen? Ja, dus dat leg ik u uit. Dan moeten burgers warmtepompen gaan aanschaffen. Of men moet in de steden moeten alle thermische warmte uit de grond, de geothermie, gaan gebruiken. Dus we moeten dan kilometers pijpen gaan boren in de grond en dan allerlei pompinstallaties met hele hoge energiekosten, elektrische energie, die moet je nog opwekken. Moet je nog ergens vandaan zien te halen, zonnepanelen, windmolen en weet ik veel wat. Maar je gaat een hele energiecentrale gaan sluiten. Ja, niet één, maar misschien wel allemaal. En die geothermie die is ook niet heel veel duurzamer dan de afval-energiecentrale. Nee. CE Delft heeft berekend. Als ten opzichte van stook op gas, en hij heeft de afval-energiecentrale, die heeft 61% CO2-besparing. En de geothermie gewoon 63%. Dus, nou, beter, maar het ligt gewoon op hetzelfde niveau. Dus, ja, maar de kosten zijn dan alleen dan mooie boven. Alleen die AEC is er al. En die geothermie, die moet er maar zien te realiseren. Ja. Elke woonaansluiting die gaat er sowieso al op zijn minst 55 euro voor zo'n aansluiting alleen voor beheer en onderhoud betalen. Daarbij komen nog de stookkosten. Ja. Afhankelijk van hoe is zo'n woning geïsoleerd of wat dan ook. Hè. Maar die kosten voor die burgers die gaan zo enorm omhoog. Ja. Terwijl ze nu hun kosten weten, ze weten dat ze nu kwijt zijn, maar die gaan nog een keertje met 35, 40 euro omhoog. Stel aan. Maar nu zijn we allemaal aan het praten. Dan gaan we maar even uitleggen. Zijn wij het volgens mij wel eens, maar... Ja, nee, ik denk dat het verstandig is om te zien of die motie indienen. Dan maakt me niet zo uit wie hem indient. Ja. Want als niemand hem wil dienen, wil ik hem wel indienen. Ja. Zeker als hij niet ontraden wordt. Dus natuurlijk, ja. Maar goed, dat is inderdaad wel goed om te kijken wat betekent dat onhold. Ja. Ik zal wel graag contact houden dan. Ja, die stopt. Zelfs ik sprak met Tom van der Lee. Ja. Ja. En die zei, nou, ik denk inhoudelijk ook met jullie eens. Alleen ik ga hier niet als eerste mee komen. Ja. Nee, maar ik wil ook wel hier mee komen. Hou me even contact met Hans van de Kant. Ik ben ongeveer tot donderdagochtend in debat. Ja, woensdagavond niet helemaal, maar de rest wel, zeg maar. Ja. Maar nee, ik doe er graag wat mee. Bedankt. Donderdagmiddag is het debat, geloof ik. Ja, ja, van 1 tot 5. Ja, ik heb donderdagochtend ook al wat ruimte. Nou, donderdagmiddag om 1 uur hebben jullie het debat over de circulaire. Ja. Van 1 tot 5 circulaire economie. Ja. Ja. Goed, super. Hey, enorm bedankt. Hartelijk dank voor... de ongetwijfeld heerlijke aardbeien. Ja, die zijn van AVR. Ik zal kijken of ze anders smaken. Leg de ministers en de staatssecretarissen de feiten uit die wij naar boven toe brengen. Wij hebben feiten en de ministers die rekenen met aan. Niet goed doordachte. Ja, nee, maar we gaan telkens achter zitten. Ik vond wat u zei van het houdt niet op bij de grens. Hè. We hebben hier gekeken van tot de grens en niet verder. En daar zit eigenlijk daar zit het verschil. Maar ze rekenen zich rijk op 200 miljoen, maar die krijgen ze niet. Nee, gaan maar ze niet krijgen. Nee, maar ook als je kijkt naar wat los je op van wat heeft zeg maar het klimaat eraan. Dan is dit aardig voor hier, maar niet voor de wereldoplossing. Zeg bedankt. Ja, en goede reis terug. Dag. Alsjeblieft. Altijd leuk, paar sokken. Ja, precies.